Hallo allemaal en welkom bij de White Goblin Gaming's woonkamer. Vandaag spelen we een snel en gemakkelijk uit te leggen spelletje wat we in een team moeten spelen. We leggen kaarten met getallen erop in het midden van de tafel en deze moeten we in oplopende of aflopende volgorde neerleggen. Maar dit moeten we doen zonder dat we het over deze getallen mogen hebben. Dus we moeten elkaar heel goed aanvoelen en slim proberen samen te werken om het spel te verslaan. En wil je weten hoe dat kan? Kijk dan naar deze uitleg van The Game Quick and Easy. Ter voorbereiding moeten we twee kaarten onder elkaar in het midden van de tafel leggen, de paarse 10 en de paarse 1. De 50 speelkaarten met verschillende kleuren schudden we en iedere speler krijgt er 2. De overgebleven kaarten leg je als een trekstapel naast de startkaarten. Eerst wijs je als groep een startspeler aan. Vanaf de startspeler wordt er met de klok meegespeeld. De speler die aan de beurt is, in dit geval wij, moet 1 of 2 kaarten naar keuze spelen uit zijn hand en deze op 1 of 2 stapels in het midden leggen. Maar er zijn natuurlijk regels voor het plaatsen van kaarten in het midden. Zo moeten alle kaarten die je op de bovenste stapel legt een lager getal hebben dan de kaart ervoor. Zo heb ik een 8 in mijn hand. Alle kaarten die je op de onderste stapel legt moeten een hoger getal hebben en ik heb een 2. Je mag dus zoals ik deed sprongen maken tussen getallen, dus van een 10 naar een 8 gaan, maar je mag ook gewoon van 1 naar 2. Aan het einde van je beurt pak je weer kaarten van de trekstapel tot je weer 2 kaarten in je handen hebt. Er is ook nog een handig trucje waarbij je de getalvolgorde negeert. Als je namelijk een kaart op de bovenste kaart van de stapel legt en ze hebben allebei dezelfde kleur, dan is de waarde van beide kaarten niet meer van belang. Zo mogen we dus op de bovenste stapel van een 8 naar een 10 gaan en hebben we opeens weer meer ruimte om op die stapel kaarten met een lager getal te leggen. Tot zover klinkt het simpel, maar wat dit spel uitdagend maakt, is dat je niet met elkaar mag overleggen welke getallen iemand in zijn hand heeft of exact benoemen hoeveel hoger of lager jouw kaart is dan die van iemand anders. Wel mag je aangeven dat je een hele hoge of hele lage kaart bezit. Zo moet je dus strategisch met elkaar overleggen wie als eerste en wie daarna kaarten legt op de stapel, zodat je in de juiste volgorde je kaarten neerlegt. Zodra de hele trekstapel op is, spelen we door zonder dat we nieuwe kaarten van de stapel pakken. We verliezen en het spel eindigt meteen als een speler aan het begin van zijn beurt geen kaarten volgens de regels kan neerleggen. Maar als we alle 50 speelkaarten hebben neergelegd, dan hebben we het spel gewonnen! The Game Quick and Easy is een leuke en snelle variant op het originele spel en je kan deze spelen en uitleggen aan een groep van 5 spelers. En als je andere leuke kaartspellen wil zien, ga dan naar onze website www.whitegoblingames.nl. Vergeet niet te abonneren op het YouTube kanaal, doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond en als je vragen hebt over de spelregels, dan kan je die achterlaten in de reacties onder deze video. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie bij de volgende spellenuitleg.